Welkom bij Verrijk de Wereld. Ik zit hier met Baydin en Faisal. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Wie ben jij, Baydin, en hoe verrijk jij de wereld? Dankjewel, Laika. Ik ben Baydin Ayadi, Boomerang Constant, Amsterdam-Zuid. Wat ik eigenlijk in het dagelijks leven doe is netwerken. Dus hoe verrijk ik de wereld? Door middel van netwerken. Daarnaast hebben we ook wedstrijdzwemmen. Dus wij houden van zwemmen. En ik zie mezelf echt als een vogel. Dus hoe ik de wereld eigenlijk rondga en hoe ik de wereld echt verrijk, is door te vliegen naar verschillende plekken, nieuwe mensen ontmoeten. En met dit netwerk probeer ik grote netwerken op te bouwen. En uiteindelijk met Boomerang ook te netwerken. Dus zo verrijk ik de wereld. Mooi. Ja. En jij, Faisal? Ja, ik ben Faisal Lagris en ik ben samen met Baydin Ayadi, Boomerang consultant, ondernemer hoe wij de wereld willen verrijken, hoe ik ook de wereld wil verrijken, is eigenlijk ook ons stem laten horen binnen ons netwerk. Wij zijn ervan overtuigd dat wij mensen kunnen helpen door middel van ons netwerk, door elkaar te verbinden. Maar naast het verbinden alleen, denk ik ook dat wij zeker mensen kunnen helpen op het gebied van ondernemen. Op het gebied van motivatie, zelfvertrouwen. Mensen zijn vaak genoeg naar ons gekomen en hebben ons om hulp gevraagd daarin. Dat zijn dan meestal wel binnen ons netwerk van onze leeftijdscategorie. En hopelijk met de jaren willen we dat ook bereiken met een veel groter netwerk, veel breder netwerk. Mensen helpen, dat is hoe wij de wereld willen verrijken. Je zei net Boomerang. Vertel eens even, wat is Boomerang? Nou, Boomerang is eigenlijk een netwerkorganisatie die gestart is door Akil Rajab. Ja. In deze netwerkorganisatie worden verschillende collectieven opgericht, noemen wij ze. Wij noemen het collectief eigenlijk de groepen die opgericht worden in verschillende steden. Ondertussen zijn het er 28, als ik het goed heb. Toch? Ja, 28. Pak weg. En er komen nog twee bij in Amerika. Dus het wordt internationaal. En in deze groepen gaan we letterlijk netwerken en elkaars kennis vergroten, inspiratie delen en natuurlijk het belangrijkste voor ondernemers, hun omzet vergroten. Dat eigenlijk. Zitten jullie hier allebei in? Ja, zeker. Wij zijn Boomerang Consultant van het collectief in Amsterdam-Zuid. Ja. Hij noemde al net op, er zijn dus verschillende groepen eigenlijk over wereldwijd op dit moment. En in Amsterdam-Zuid hebben wij dus een fantastische groep zitten. En daar zijn wij dus de consultants van. En ja, wat dat eigenlijk inhoudt is dat wij zijn degene die die groep daadwerkelijk een groep maken. Een groep is een groep van minimaal 25 ondernemers. Nou, wie moeten die 25 ondernemers bij elkaar krijgen? Dat doen wij. Ja. Wij zorgen ervoor dat die ondernemers met elkaar in contact komen en op de Boomerang manier gaan netwerken. En dus gezamenlijk eigenlijk samenwerken aan succes. Mooi gezegd. Ja. Mooi gezegd. Mooi. Succes. Vertel eens even, wat is succes voor jullie? Ja. Wat houdt succes in? Wanneer ben je succesvol? Succes, bij ons wel. Kijk, succes. Wij zijn... als jij mij deze vraag had gesteld een jaar geleden, had ik heel anders geantwoord dan nu. Dan hadden we gezegd geld. Hadden we alleen gezegd geld. Ja, klopt. Wat bij ons eigenlijk echt, vooral bij mij dan, is bijgebleven, vooral ook de Boomerang, is dat succes, je kan het meten door middel van geld, maar je kan het ook meten door middel van je netwerk. Je kan het ook meten door middel van hoe je je voelt op dit moment. En fysiek kan het ook bijvoorbeeld. Fysiek is eigenlijk te meten op verschillende vlakken. Gezondheid is ook heel belangrijk. Ja. Wat voor ons eigenlijk belangrijk is om succesvol te zijn, is om eigenlijk een netwerk te hebben waaraan wij wat kunnen hebben. Dus indien wij bijvoorbeeld ergens mee zitten, wij hebben blokkades in ons ondernemerswereld, om maar zo te zeggen. We weten nog niet hoe wij de wereld willen verrijken. Dan willen wij graag een netwerk hebben waarop wij kunnen bouwen en waarop wij eigenlijk een belletje kunnen plegen en zeggen van hey, wij lopen hier tegenaan. Ik weet dat jij hier verstand van hebt. Zou jij mij hiermee kunnen helpen? En het geld rolt vanzelf dan wel, in ons oog. Maar dat is waar wij eigenlijk naartoe bouwen. Eigenlijk, het netwerk is ons succes. Hoe groter ons netwerk, hoe groter ons succes eigenlijk. Maakt het uit wie in dat netwerk zitten? Nee, hoe groter het netwerk, hoe beter eigenlijk. Het maakt uiteindelijk niet uit wie in het netwerk zit. Als het maar niet negatieve personen zijn. We proberen altijd positief te blijven natuurlijk. Ja. Maar we houden er natuurlijk van als we natuurlijk ook wat aan hebben. En hun ook wat aan ons. Ja. Dus het is eigenlijk wederkerig. Dat is ook Boomerang eigenlijk. Boomerangs gooien. Komt uiteindelijk weer terug. Wij geven natuurlijk en we krijgen natuurlijk ook altijd weer terug. Mooi. Hoe zijn jullie daar begonnen bij Boomerang? Nou, hoe is dat gaan? Het is eigenlijk
heel simpel eigenlijk, zou ik het zelfs zo noemen. Maar wij zijn dus geweest naar een franchisebeurs. Ik was op dat moment nieuwe pizza manager. Dus, wat was het? Nieuwe pizza manager. Ik werkte gewoon bij de nieuwe pizza's manager. Ja. En ik hoorde heel veel verhalen van nieuwe pizza is ook franchise, maakt heel veel geld. Ga het een keer proberen. Wij gingen naar de franchisebeurs met de intentie om eigenlijk een nieuwe pizza te starten. Dus, en dan daartoe informatie ophalen, kijken hoe dat uiteindelijk was. Ja. Zijn we een rondje gaan lopen op de franchisebeurs. En toen zeiden wij, hey, kijk dat. Van oprecht Boomerang en Akil die ernaast stond met Kemper. En Kemper zag ons kijken. En hij zei, jongens, komen jullie even naar me toe. Hier, jongens. En wij liepen even naar hem toe. En hij begon ons allemaal dingen uit te leggen. En wij waren van, oké, te veel informatie, maar het klinkt interessant. Toen begonnen we te praten met Akil erbij. Akil heeft ons het hele netwerkgebeuren uitgelegd. En eerst was het voor ons best wel moeilijk om ja te zeggen, want het is eigenlijk best wel, we zaten nog in een bubbel, we hadden niet een groot netwerk, we wisten niet hoe het uiteindelijk was, dus het was echt de eerste stap die we moesten zetten. Ja. Toen hebben we een paar meetings gehad met Akil, en Akil is best wel heel makkelijk in mensen overhalen, en heeft hij ons overgehaald. En tot nu toe geen enkele spijt ervan gekregen. Nee, absoluut niet. Wat zag jij op die beurs? Want jullie liepen daar rond en jij zei, jij zag dat, kijk daar, wat was dat dan? Wat viel? Misschien wel handig om dat te vertellen, kijk, ik kom zelf uit de sales, ik heb hiervoor in de sales gewerkt. En het woordje netwerken en communicatie en praten, dat trekt mij gewoon aan. En ik zag dus twee mannen in pak, wat ik ook echt prachtig vind. Ik zag twee mannen in pak met een bord met wil jij netwerken, leuke en spannende communicatie met elkaar. Nou, kom even langs. Dus ik zag het en die man die deed dus zo. Nou, hij deed daar ook werk met zo. Oprecht nog. Geweldig. Oh, het was echt een geweldige man, Kuiper. Yeah. Hij heeft ons helemaal met heel veel dingen geholpen. Eigenlijk, bij hem is het begonnen eigenlijk, dus aan Kuiper hebben we alles te danken. Klopt, ja. Nou, oké, wat mij aantrok aan Boomerang was eigenlijk het stukje communicatie. Hè, want ik kom zelf uit de sales. Ik heb, voordat ik bij Boomerang was, heb ik jarenlang in de sales gewerkt. Al vanaf mijn 15e of 16e, als ik het goed zeg. Mm-hmm. En ja, als je mij aanspreekt met wil je netwerken, wil jij meer communiceren met ondernemers. En wil je vooral echt een leuke uitstraling hebben in pak, nou, dan heb je mij binnen. Dus zodra die man ons aansprak... Eigenlijk met het woordje inpak is al genoeg. Ja? Faisal had heel Wat zegt dat over hem? Dat hij houdt van stijl. Hij houdt van formeel, zakelijk. Ja, precies. Maar dat was altijd al zo bij ons. Ook daarvoor al. We houden echt van pak. Ook al gingen we even naar de Albert Heijn. Deden we even een pak aan. Want ik ga heel eerlijk zeggen, je wordt ook meer gerespecteerd met een pak. 100%. Ja. Je wordt anders behandeld. Hoe is dat daarin gegroeid? Ik bedoel, ben je zo geboren? Zijn jullie families ook zo? Of? Nee, nou, mijn familie niet echt. Ja, kijk, mijn familie, ze doen wel professionele banen, om maar zo te zeggen. Maar nee, ze lopen zeker niet in pakken. Pak, nee, klopt. Bij mij is het echt, hoe ik op mijn obsessie ben gekomen, is ik ben verliefd op de stad New York. En ik weet van films, maar ook omdat mijn vader die was in New York geweest en die heeft me dus verhalen verteld dat mensen die worden daar wakker, trekken hun pak aan en gaan direct aan de slag. Uh-huh. En ik vind dat gewoon hartstikke mooi. Dat is iedereen bijgebleven eigenlijk. Ja. Sindsdien proberen we overal pak aan te doen. Ja. Het lukt ons niet altijd, maar als je ons in de Albert Heijn ziet met pak, dan moet je even weten dat we even kort alleen bij Albert Heijn gaan voor een lekker als je dan thuis komt, gaat die pak dan ook gelijk aan? Pak gelijk aan? Nou, bij mij niet hoor. Ik zit thuis ook wel in overhemd. Niet altijd een Colbert aan, dat doe ik ook weer niet. Maar ik zit altijd wel meestal in een pantalon en overhemd. Want ik vind, ik bel ook thuis meestal bijvoorbeeld, hè, als ik moet bellen. En ik vind het dan gewoon fijn om mij gewoon zakelijk te voelen, goed te voelen. Daarom, ik wil niet ongedoucht en onopgemaakt gaan bellen. Want ik wil me ervoor zorgen dat ik gewoon in die aura ben, om maar zo te zeggen. Dat helpt ook natuurlijk heel veel met het bellen. Ja, dat helpt zeker. Also, we proberen ook altijd een uitzicht. Lekker mooi uitzicht bij het Nieuw Markt, waar we nu ondertussen. Staan we lekker voor het raam zitten te bellen in pak of in overhemd. Ik zie het helemaal voor me. Ja, daar staan we net. Normaal, vroeger toen wij thuis woonden, gingen we altijd naar de VU. In Amsterdam-Zuid heb je een heel mooi uitzicht als je eenmaal op de hoogste verdieping bent. Ja. Kijken we zo naar beneden, zitten we te bellen en dan spat de energie er gewoon vanuit. Dus, Trek man, leuk. Ja. Hey, hoe kennen jullie elkaar? Nou, eigenlijk bij ons was het begonnen bij wedstrijdzwemmen. Ja, klopt ja. We zaten allebei op wedstrijdzwemmen. Faisal kwam wat later dan ik bij de club aan. En ik had toen eigenlijk al mijn vriendengroep. En Faisal is daar uiteindelijk in gestapt. En uiteindelijk hebben we daar zo'n goede vriendengroep uiteindelijk gemaakt. Dat het zo sterk is gewoon dat we met alles en iedereen samenwerken in de zwemclub. Dus als de ene meegaat in de andere, is de andere ook gelijk mee. Wauw, mooi. Dus
Wij noemen ook elkaar altijd ook halfbroers. Ja, klopt. Ja. Dus ja, dat is... Hebben jullie soms wel ruzie? Heel vaak. Waarover? Heel vaak. Soms zijn er meningsverschillen over... De ene moet bijvoorbeeld op dat moment bellen of de ene moet dat doen. Vaak is het over werk gerelateerd. Ja. Want we willen allebei natuurlijk hard toe gaan. Maar de ene, soms is het bij de ene wat... Ik wil even wat rusten. En bij de andere wat... Kom, we gaan er nu voor. Ja. Maar dat helpt elkaar. Vult elkaar aan uiteindelijk. Bijvoorbeeld ook, misschien een leuk voorbeeld. Want ik ben meer een ochtendpersoon. En hij is meer iemand die heel lang kan doorwerken. Ook in de avonden. En dan zie je meestal ook dat als hij bijvoorbeeld dingen wil doen in de avond. En hij mij dus daarop aanspreekt. Dan zie je meestal dat ik ook eigenlijk daar geen zin in heb. Want in de avond ben ik al een beetje van, ik wil nu juist een beetje rustig aan doen. We hebben het eigenlijk soort van opgedeeld uiteindelijk. Ja. Dus vaak is de ochtendpersoon. Dus hij werkt in de ochtend. Doet bijvoorbeeld belletjes in de ochtend. Hij doet vaak in de ochtend, dus die belletjes rond 9:10. Ja. En dan doe ik het rond 5, 6, 7. En dan powerpoints maken en al die dingen daarnaast. Doe ik dan in de avond en uitnodigingen doe ik ook in de avond. Dat scheelt weer. En wat hij kan doen, doet hij in de ochtend. En dan vult het elkaar aan. Want in de ochtend moet je natuurlijk veel bellen. Dus dat doet hij ook, want hij is het beste in sales hier. Dus ja. Mooi, ja. Cool. Ja. Waar zie je zelf over 5 jaar? Goeie vraag. Ja, waar ik mijzelf over 5 jaar zie, is hopelijk overal. Overal. Ja, en dan bedoel ik dat niet per se op social media, maar... ik wil heel graag de mogelijkheid kunnen hebben om een geliefde in New York, een appartement kunnen hebben in New York en in Amsterdam. En ik wil eigenlijk doorgaan groeien met Boomerang Business Collective tot een niveau dat we ook een collectief kunnen hebben in Amerika. Hopelijk natuurlijk. En Amsterdam willen we ook natuurlijk uitspelen, om maar zo te zeggen. En waar ik mezelf zie, is eigenlijk een persoon, een ondernemer met een groot netwerk. Als ik een groot netwerk heb, dan ben ik al best wel tevreden. Maar ook zeker iemand die consistent aan zijn ritmes houdt. Dat vind ik gewoon ook belangrijk. Ik wil niet uit mijn ritmes vallen. Iemand die zeker gaat voor zijn doelen, maar ook zeker andere mensen ook helpt. Ik wil echt in staat kunnen zijn om andere mensen te kunnen helpen. We merken ook steeds door het werk wat wij nu doen, dat wij steeds meer ondernemers vooral kunnen helpen. Mensen komen. Ik heb bijvoorbeeld laatst een ondernemer gehad die mij had opgebeld, omdat hij wist dat ik een netwerk had op dit moment. En die zat in de problemen, met financiële problemen met zijn partner. Die had hem namelijk opgelicht. En die vroeg of ik een financieel rechter kende, een bedrijfsrechter, een advocaat bedoelde ik. Dus ik ken iemand. Ik heb iemand in mijn netwerk die hier is in gespecialiseerd. Die was advocaat binnen... bedrijven en vooral dus ook binnen partners die elkaar oplichten. Nou, ik heb hem gelijk met elkaar gekoppeld. Hoe het nu gaat, dat weet ik niet. Maar ik heb ze wel met elkaar kunnen koppelen. En dat is ook zeker wat ik wil over 5 jaar. Iemand die mensen met elkaar kan verbinden. Mooi. Mooi gezegd. Ja. Als je mij deze vraag 2 jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd... ik wil miljonair zijn. Ik wil een paar vestigingen hebben in heel Nederland van Euro Pizza. Maar op dit moment zou ik dan zeggen... Ja, waar ik eigenlijk naar steven 5 jaar is 5 collectieven eigenlijk. Pakweg vooral in Amsterdam. En uiteindelijk ook eentje in Amerika. En natuurlijk ook een groot netwerk. Ik wil gewoon dat mensen mij kunnen bellen. Van hey, ik heb dat nodig. Zoals Faisal zei, heb je dat voor mij? En dat mijn telefoon blijft rinkelen. Dus als ik de een ophang, komt de volgende dag gelijk binnen. En dat ik natuurlijk ook mensen kan bellen wanneer dat nodig is. En wat ik nog meer zou willen is eigenlijk een leuke feestorganisatie. Hiermee proberen wij eigenlijk feesten te organiseren op verschillende plekken. Niet in Amsterdam alleen, maar ook gewoon echt Amerika, Ibiza. Proberen we eigenlijk ook naartoe te gaan. Maar Boomerang heeft eigenlijk echt prioriteit op dit moment. Dat is het eigenlijk kort. En waarom feesten? Wat is daar? Wij zijn nog studenten. Maar het komt eigenlijk niet door het studentenleven. Het komt eigenlijk meer door... we zien heel veel studenten willen uitgaan. Dus er is eigenlijk best wel een grote markt in het uitgaan. Maar we zagen dat daar ook een gat in het markt is. Want heel veel studenten zoeken naar een bepaald soort feest die ze niet kunnen vinden uiteindelijk. En wat voor soort feest is dat? Bijvoorbeeld, je hebt heel veel van die festivals met hip-hop, Frenna, Broederliefde. Maar dat heb je eigenlijk niet echt in de club. Er komen maar 2 liedjes voor van die 2 artiesten bijvoorbeeld. En voor de rest niet. Wat wij eigenlijk gaan doen is vooral feest geven op dat gebied. En daarna ook high-end feesten.
Maar dan is het dus niet gefocust op broederliefde en vrienden, maar gewoon echt high-end wezen. Daar willen we uiteindelijk naartoe. En hoe groter ons netwerk, hoe groter we dat kunnen doen eigenlijk. En met ons netwerk kunnen we elk aspect in zo'n feest kunnen we uiteindelijk afsluiten. Ja. Mooi. Wat is nou echt de kracht van een netwerk? De kracht van een netwerk, ja, is eigenlijk ondersteuning die je kan bieden en krijgen. Dat is eigenlijk waar het bij mij vooral om draait. Met een netwerk kan ik andere mensen helpen. Ik kan andere mensen met elkaar verbinden. Maar mensen kunnen mij ook verbinden. En dat is eigenlijk de kracht van het netwerk. Dat als ik ergens naar op zoek ben, dat mijn zoekvraag ook beantwoord wordt. Dus ja, dat is wat ik zie in de kracht van het netwerk. Wat is het verschil tussen dingen doen alleen en samen? Bij ons zelf? Bij ons heb je dus de ene push de andere. Dus wanneer de ene een beetje down is, kan de andere pushen. En grote netwerk natuurlijk ook. Want met z'n tweeën kom je verder dan alleen. Ja, dat is mooi gezegd, daarvan die wij altijd zeggen. Dat is? Ja, dat is in je eentje, dan ga je snel. Maar samen, dan ga je verder. Precies. En dat hebben wij ons altijd in ons achterhoofd. Dus, maar dat is ook echt zo. Moet ik ontbreken. Het is ook echt zo. Ik heb echt gemerkt dat ik... want hiervoor was ik ook al dingen aan het proberen. Hè? Misschien een bedrijfje opgericht. Maar als ik het in mijn eentje doe, dan merk ik al heel snel dat als ik een blokkade tegenkom, dat ik al heel snel ben van oké, laat toch maar zitten. Ja, precies. En nu kunnen we elkaar op aanvullen. Als je met z'n tweeën bent, op zijn minst met z'n tweeën, dan kan je elkaar echt goed doorpushen. En dan heb je ook een soort... Dat je moet elkaar bewijzen dat je het kan. En dat gevoel heb ik. En dat gevoel heeft hij denk precies, ik ook. Precies. Bijvoorbeeld als hij erbij is wanneer ik bel, dan wil ik extra goed gaan bellen. Wanneer ik bijvoorbeeld een slecht telefoontje heb. En normaal zou ik dan denken bij mezelf van, oh shit, oké, laat maar, ik heb geen zin meer om verder te bellen. Dan denkt hij juist van, oké. Fok hem, om maar zo te zeggen. Ga gewoon door. Je gaat gewoon door. Ja. En dat dus echt... Mooi, samen mooi. Ga je echt verder. Ja. Heel mooi. Ik weet hoe oud jullie zijn. Ja. Hoe oud zijn jullie? We zijn beide 20. Ja. Hij is in september jarig, ik in november. Dus het duurt nog een tijdje voordat we 21 zijn. Dus we zijn nog best wel jonge ondernemers. Maar hoe vergelijk je jezelf met andere jongeren van jullie leeftijd? Ja, jongeren, ik vind niet eens het woord jongeren bij jullie passen. Nee, dat klopt gewoon niet. Noem je jezelf een jongere? Nee, absoluut niet. Nee. Wat noem je jezelf dan? Ik noem mezelf ondertussen al ondernemer volwassen. Ja, ik vind gewoon ondernemen, dat kan jong, dat kan oud. Wij zijn ambitieus, vind ik zelf. Precies. Maar andere ondernemers die wat ouder zijn, zijn ook ambitieus. Wat wij doen, Boomerang Business Collective, daar zie je al verschillende groepen waar jonge ondernemers in zitten, maar ook oudere ondernemers. En toch gaat dat heel goed samen. Hoe wij ons eigenlijk vergelijken met andere jongeren van onze leeftijd is niet per se. We denken niet bij onszelf van, wij zijn veel beter of wij zijn veel slechter. Op sommige gebieden, dus dat jongeren, wij zijn dus eigenlijk, wij vallen niet meer eigenlijk. Ik vind zelf dan niet dat we onder de groep jongeren nog vallen. Ik vind zelf dat we eigenlijk nog bij de volwassenen. Vaak zitten de jongeren van 20 zitten nog lekker in de club te feesten op een zaterdag, op een vrijdag. Maar wij doen dat bijna niet meer. Wij gaan lekker werken aan Boomerang. En proberen de wereld te verrijken op de vrijdag en de zaterdag. Ja, in plaats van lekker feesten en drinken. Dus dat is eigenlijk het grote verschil, zou ik zelf zeggen. Ja. En wij proberen die mensen dus te helpen door zelf ook uit de bubbel te stappen. En zodra je eigenlijk uit de bubbel bent en dan kan netwerken, dan kom je echt overal waar je wil zijn. Kunnen jullie wel makkelijk jongeren meekrijgen, andere jongeren, zeg maar, om dat even zo toch zo te noemen, van jullie leeftijd? Ja, het was eerst dat we heel goed waren in volwassenen, dus dat we met volwassenen kunnen praten. Heel veel ouders van vrienden mogen ons ook, dus we hebben een hele goede band met die ouders. Maar nu wij dus eigenlijk bekend staan om Boomerang Business Collective en het netwerken, hebben wij ons ook gespecialiseerd op de jongeren. Dus wij kunnen ook echt met jongeren praten en die ambitie aan de jongeren doorgeven. En uiteindelijk... hebben uiteindelijk heel veel jongeren meegebracht naar het netwerken bij de bijeenkomst Amsterdam-Zuid. Ja. Worden die ook lid? Zien jullie dat het wel moeilijker is voor die leeftijd om lid te worden? Of? Het zou moeilijker kunnen zijn voor de jongeren. Dat vind ik zelf. Ik was een jongere geweest zonder echt een netwerk. En het is voor mij het eerste keer dat ik hier aankom, zou het moeilijk zijn. Maar uiteindelijk is er toch die push nodig voor hunzelf. Dat ze er uiteindelijk toch komen. Je zegt dus...
de meeste jongeren die hangen dan nu uit in de club inderdaad op een vrijdag en zaterdagavond en jullie zijn andere dingen aan het doen. Mm-hmm. Denk je dan soms ook wel van, nou joh, zullen we gewoon, weet je, dat je dat mist op enige manier? Nou, ja, goeie kijk, vraag. We zijn zeker wel, don't get us wrong, zeg maar. It's not like we're never there. Ja, ja. Je ziet ons wel één keer in de twee maanden, dus we zijn er wel. We zijn er zeker. Maar of bij onze jeugd missen eigenlijk niet. Want nee. Wij vinden dat die één keer in de twee maanden al genoeg is. En ik vind ook, dat jong beginnen vind ik ook fijn. Ik vind het fijn om vooral als jong persoon, nou, ik weet niet of ik mezelf ook jong persoon moet noemen eigenlijk. Iedereen is jong in mijn ogen. Ik vind gewoon hoe eerder je begint, hoe ook... Hoe beter. Ja, hoe beter, maar hoe ook fijner het kan zijn voor jezelf later. Ik mis mijn jeugd niet, zeg maar. Ik mis niet per se lol of wat dan ook. Ik vind dat we gewoon genoeg lol hebben, ook met wat we doen. Mm-hmm. En zeker ook omdat we hetgene wat wij doen, doen wij met passie. Precies, het is onze hobby eigenlijk. Het is hobby, het is passie, het is ons leven en werk. en ja, dan ga je niks missen. Dan ga je ook geen spijt krijgen. Ik vind, doe iets met 100% en dan kan ik met vrede sterven, om maar zo te zeggen. Dus... Nee, ik mis niks. Ik verschuif mijn jeugd eigenlijk naar mijn pensioen. Dus zodra ik met pensioen ben... Daar ga je uit. Dan ben ik in de club te vinden. Dan wil je nu ook feesten organiseren. Zodat die gewoon goed zijn tegen... Later in de pensioen kan ik gewoon lekker feesten. Ja. En het zal je oprecht verbazen. In de club zelf zitten wij net te werken. Dus wij, ja, natuurlijk. Ja, maar dat doen we ook. Dat doen we oprecht. Dus wanneer we uitgaan, zoeken wij naar de mensen die het feest hebben georganiseerd. Van, hey, hoe hebben jullie dit gedaan? Ja, altijd. Wil je niet langskomen bij Boomerang? Dus wij doen dat altijd. Dus eigenlijk zou je het kunnen opdelen in met 4 uurtjes in de club. En 3 uurtjes daarvan zijn netwerken. En het andere uurtje is lekker genieten met vrienden. Want zo zijn wij... Wij willen binnenkort ons eerste feest geven. Ja. En dat gaan we ook doen. Maar wij zijn precies op die manier bij de juiste club en juiste evenement gekomen. Ja. Want wij hebben iemand aangesproken in de club. Want wij wisten dat hij de organisator was. Dus wij gingen naar hem toe, we stapten erop af en we zeiden van, hey, jij hebt het feest gegeven, vet feest dat je geeft. Ik zou het ook wel willen, zo'n prachtig feest willen geven met zoveel mensen. Wat zijn je socials? Nou, we hebben daarna gebeld en toen zijn we eigenlijk hierop gekomen. Ja. En zo gaan we een leuk zomerfeest geven. In Club Panama. In Club Panama? Ja. Cool. Ja, ja. Wanneer is het feest? 13 juli. Ja, 13 juli. 13 juli. 13 juli? 13 juli, dat is binnenkort al. Oh, maar ik kan niet komen natuurlijk, hè? Hoezo niet? Hoezo niet? Er zijn even jongeren, toch? Nee. Vertel eens even wat meer over dat feest. Ja, wat wij eigenlijk gaan doen is... 13 juli is eigenlijk het moment voordat de zomer ingaat. Ja. Dus wij gaan het echt bouwen op het zomerfeest. Gaan lekker met waterpistolen, schuimkanonen, wat nog meer, bellenblazen en al die... Ja, we gaan ook danseressen op stage laten komen. Dansers ook, niet alleen dansen. Ja, danseressen en dansen. We willen er gewoon echt een thema zomer van hebben. Dus ja, zoals hij al zegt, waterpistolen, maar mag ook wel alcohol in de pistolen. Dat gaat plakken. Ja, gaat plakken. Okay. En ja, gewoon beach vibes. We hebben ook al best wel wat tickets verkocht. Dus dat komt wel goed. Ja, er komen ook echt best wel veel mensen. En ja, het wordt gewoon hoe wij het markten, het grootste zomerfeest van Amsterdam vlak voor de zomervakantie. Precies. Gek man, super. Leuke afsluiter. Ja, ik kom de dag daarvoor terug uit Denemarken. Hè? 12 juli kom ik terug. Jetlag daar. Dus ik ga er zeker. We gaan natuurlijk foto's maken zo, toch? Ja. Heel veel studenten gaan de volgende dag gaan op vakantie, dus. Oh ja. Ze komen nog ja. steeds. Ook gaan ze de volgende dag op vakantie. Komen ze nog steeds met ons feesten. Oh ja. Leuk man, super tof. Ja, ik zie dat helemaal. Dat wordt helemaal leuk. Ja, wordt helemaal leuk. Hè? Heel gaaf. Ja. Volgens mij bestaat Boomerang nu 1 jaar, toch? Ja, klopt. We hebben het lekker gevierd met alle Boomerang consultants vorige week dinsdag in Putten. Heel mooi kasteel. We hebben een leuke training gekregen van Akil. Ja. Nee, hartstikke. Het was echt een leuke ervaring. Ja. Want niet alle Boomerang consultants kennen we persoonlijk. Dus we hebben ze echt allemaal ontmoet op dat moment. Ook degene van Antwerpen. En we hebben ze allemaal eigenlijk persoonlijk leren kennen. Dus we zijn eigenlijk dieper dan die training. We zijn echt mensen gaan leren kennen. Rollenspellen gespeeld, actieve spellen daarnaast ook. Klopt. En ja, ook wel leuk om te weten. Wij zijn met elkaar dus daar ook gaan netwerken. Of course. Wij zijn dus ook met de Boomerang Consultant van Antwerpen gaan spreken. En met Boomerang Consultant van, moet ik even goed zeggen.
Helmond, als het goed is. Ja. En die geven ons dan weer echt waardevolle tips over hoe je je collectief kan starten. En dat vind ik dan ook weer mooi uit zo'n meeting, uit zo'n ervaring die je dan eigenlijk samen doet. Je leert er zoveel van. En al helemaal door met elkaar te gaan netwerken. Zoals wat leer je dan? Kan je een voorbeeld geven? Wat waren de tips van hun? Ja. Wat we eigenlijk het meest hebben geleerd is vooral persoonlijk. Dus dat je echt persoonlijk moet zijn bij zo'n collectief. Dus maak het echt jouw collectief. Dus laat mensen komen omdat ze jou leuk vinden. Dat is ons het meest bijgebleven. Maar we hebben ook geleerd om bijvoorbeeld gewoon even wat directer te zijn. Van hoe vind je Boemerang? Lijkt het je leuk op? Want wij zijn vaak, we houden van babbeltjes, dus we blijven lekker praten. Maar dan vergeten we uiteindelijk echt de hoofddoel. En dat is echt om die ondernemers hun kennis te vergroten en het omzet te vergroten en hun netwerk te vergroten. En dat doe je dus door Boemerang lid te worden. Ja. Dat vergeten wij soms. En hun hebben echt ons geleerd om dus echt directer te zijn. Zodat we uiteindelijk er meer uit kunnen halen. Wij zelf en hun natuurlijk ook. Ja. Ja, dat eigenlijk. En we hebben eigenlijk ook... wel heel lang tijd hebben we Akil en Jos niet gezien. Dat zijn de twee eigenaren samen met Kim. Zitten in het Stadskanaal. Dus het was ook leuk om hun weer te zien. Mooi. Heel enthousiast. We waren heel blij om ons ook te zien. En eigenlijk zijn wij de jongste ondernemers in Boemerang Constante. Dus er wordt wel een beetje opgekeken naar ons. Laten we het zo dat snap zeggen. Ik. Ja, ja, ja. Hoe komt dat? Ja, kijk, bij dit... De Boemerang Business Collective is een onderneming, een organisatie waarin je eigenlijk een netwerk, waarin het handig is om al een groot netwerk te hebben. Wat je ziet is de meeste Boemerang consultants zijn al ervaren ondernemers die al lang in het veld zitten en dus ook wel een zodanig groot netwerk hebben al opgebouwd. En dus dan bij zichzelf denken, ik heb mijn netwerk al met ondernemers, ik heb al veel contact met ondernemers, wat nou als ik samen met die ondernemers gewoon een groep ga bouwen? Mm-hmm. Dat is hoe meestal die insteek erin zit. Bij ons was het anders. Wij zijn leuke babbelaars, maar we hadden nog geen groot netwerk binnen de ondernemers, om eerlijk te zijn, voordat we starten. Wij hebben het anders aangepakt. Wij hebben gewoon hoe wij eigenlijk gewend zijn om te ondernemen, om maar zo te zeggen. Hij heeft zijn ondernemersvaardigheden bijvoorbeeld met het runnen van een zaak. Hè? Hij was manager en... Hij heeft die skills van hem echt kunnen toepassen door een gestructureerd schema op te stellen van hoe we dit gaan aanpakken. Dat was heel fijn. En mijn skills met de sales, hè, met het bellen, koud bellen, warm bellen, het maakt niet uit. Dat heb ik dan weer goed kunnen toepassen. En zo hebben wij gewoon een leuk collectief al kunnen opbouwen. En hopen we natuurlijk verder te groeien met dit collectief. En dit is een hele andere aanpak dan andere consultants. Nou, niet heel anders, om maar zo te zeggen. Maar... Nou... Dus zoals Faisal al zei, wij hadden dus niet echt zo'n groot netwerk voordat wij begonnen waren. Dat is ook echt de reden waarom ze naar ons opkijken. Van, hoe hebben jullie het gedaan? Dus wij zijn niet alleen de persoon die naar mensen toe gaan zoals Boemerang, zoals die van Antwerpen en Helmond. Ja. Om te vragen, hoe hebben jullie het nou gedaan? Maar mensen kwamen ook echt naar ons toe om te vragen van, hoe hebben jullie het nou gedaan? Hoe hebben jullie het echt met, ik zou niet zeggen nul netwerk, maar met een klein netwerk uiteindelijk een mooie groep kunnen starten. Ja, gaaf. En dan hebben wij die vragen beantwoord, dus wij helpen ook terug. En dat is ook eigenlijk de reden waarom ze naar ons opkijken. Ja, dus, ja mooi. Ja. Heel gaaf. Maar wij kijken ook op naar hun, zeker. Ja, leuk. Ik wil toch even weer die pingpong die we vorige keer hebben gedaan, weet je nog, toen we in de manege zaten. Uh-huh. Boemerang is. En daar eindig je zin. Boemerang is, Boemerang is, Boemerang is, Boemerang is. Oké. Okay. Boemerang is een internationale netwerkorganisatie. Boemerang is verbinden, netwerken en samenwerken aan succes. Boemerang is voor alle ondernemers om hun omzet en kennis te delen en vergroten. Ja, Boemerang is voor inspiratie en voor vele ondernemers om samen te netwerken. Boemerang is qua ontwikkeling technologisch heel veel vooruit. Dus we kunnen heel veel via de app doen en daarom ook technologisch vooruit. Ja. Boemerang is persoonlijk, maar ook zakelijk en realiseert op beide vlakken groei. Hebben we nog meer? Boemerang is... Een team waarmee je kan samenwerken. Niet een elftal, maar een 25-tal waarmee jij samenwerkt aan succes. Boemerang bestaat uit medeoprichters, niet uit leden. Medeoprichters, omdat zij natuurlijk helpen om het collectief op te starten en andere ondernemers te krijgen, samen te krijgen. Wat is de toekomstdoelen voor Boemerang? Ja, Boemerang, de toekomst voor zo'n lokaal team eigenlijk is dat je echt daadwerkelijk een team hebt die je voor een lange tijd kan gebruiken, maar ook kan helpen. Dus dat is eigenlijk even kort gezegd wat het doel is van Boemerang en collectief. Dat is dat je met een netwerk
van ongeveer 25 ondernemers, het liefst meer, samen kan werken naar langdurige succes. En dat samenwerken gebeurt echt door het vertrouwen. Dus dat vertrouwen moet opgebouwd worden. En dan hebben we het hier over een Boomerang Collectief, wat echt het doel is van een Boomerang Collectief. Maar ik denk dat het uiteindelijke doel van een Boomerang Business Collective, dus van Akio, van alle Boomerang Consultants, is eigenlijk om, stel voor Lerke, jij rijdt een keer naar Portugal. En dat je dan in Portugal bent, in Lissabon bijvoorbeeld, dat je daar dan toevallig een collectief in hebt. Dat je daar even langs kan gaan om even te netwerken. Ja. Dus uiteindelijk willen wij overal in de wereld, willen wij van die collectieven hebben, waarbij jij gewoon langs kan gaan en kan netwerken en nieuwe personen kan ontmoeten. Mooi. Want het is wel een feit, ik ben absoluut lid geworden van Boomerang vanwege jullie twee, hè? Ja, dat is goed om te horen. Ja, maar dat is dus echt, dat wat is hij echt zei. Gewoon te gek, gewoon. Ja. Ik denk dat ik jou aan de telefoon had, weet ik niet zeker. Had me ergens aangemeld. Toen had ik jou aan de telefoon en toen dacht ik gewoon, ja, dit klinkt zo leuk. Toen kwam ik daar aan, ik zag jullie twee, toen dacht ik, ja, kijk nou, deze twee, dit gewoon, dit hele businessclub, runnen. Ja. Zo vet. Ja, ja, nee, maar dat is dus wat hij ook zei in die tip die wij kregen. Boomerang mag je persoonlijk maken. Want mensen stappen ook af op je persoonlijkheid. Zoals jij dan bent afgestapt op ons, om maar zo te zeggen. Als je het een beetje persoonlijk kan maken, dan gaan mensen ook die jij aantrekt erop afstappen. Hey, wat is, ben ik nou de eerste betaalde lid in die... Ja, dat wou ik nog net zeggen. Lerke is de eerste echt... Want er waren wel een paar leden, er waren een paar mensen die dus zeiden van... Hey, ik word lid. Maar jij was echt de eerste lid die dus klikte op verzenden en dus het contract had verzonnen. Te gek, man. Ja. We kunnen Lerke echt de eerste lid noemen van Boomerang Business Collective in Amsterdam Zuid. Superleuk. Hey, voor mij, als ik binnenkom bij onze meetings, voelt het echt als een familie. Mm-hmm. Kunnen we het daar even over hebben? Ja, tuurlijk. Ja, nee, maar dat is precies wat wij hopen elkaar te laten voelen. Jij zegt een familie, maar dat is ook wat wij willen. Wij willen wel zeker een grens kunnen vastleggen tussen zakelijk en persoonlijk. Maar het mag echt persoonlijk zijn. Zaken mogen persoonlijk zijn. Waar wij op bouwen is vertrouwen. Vertrouwen met elkaar. En door middel van het vertrouwen kunnen wij gaan samenwerken aan succes. Ja, en echt die warmte en elkaar dingen gunnen. Dat is voornamelijk precies. En echt gewoon binnenkomen. Hé, hoe gaat het? Oh, wauw, je hebt dat en dat gedaan. Hoe gaat het daarmee? Ja, dat is gewoon te gek. Ja, we komen ook bijvoorbeeld als jij binnenkomt. Lekkere knuffel hadden we eerst niet. Eerst was het gewoon persoonlijk zakelijk een hand. Nu is het echt een knuffel geworden. Ja. Kunnen we gelijk met partner, hoe gaat het? Wat heb je in de afgelopen twee weken kunnen doen en hoe zijn netwerk eigenlijk vergroot. En door dat vertrouwen wordt er zo'n familie opgebouwd dat uiteindelijk, stel voor, ik heb iemand die een podcast nodig heeft, denk van, hey, Lark heb ik. Ook ken ik andere mensen die een podcast hebben, met jou heb ik dat vertrouwen opgebouwd, waardoor ik eigenlijk jou het eerder gun dan andere personen. Ja. En een goed voorbeeld daarvan is, toevallig heeft iemand volgens mij jou een appje gestuurd. Camille? Ja, nou, maar zo dat, gaat het dus. Dat is een voorbeeld, dus ik denk gelijk aan Lark, die kan podcast. Laat me het lekker even doorsturen. En zo wordt je netwerk zelf groter en haal je er zelf ook meer uit. Ja, mooi. Ja. Want wat ik daar ook heel erg fijn aan vind, is dat als ondernemer voor mij, en jullie twee zijn samen, dus dat is super tof. Maar voor mij als ondernemer doe ik heel veel in mijn eentje. Precies. Hè, dus eenmans zaak of whatever het mag zijn. Ja. Ik doe alles in mijn eentje. Dus het is zo fijn om daar binnen te kunnen komen. Ja. En op zakelijk gebied echt gewoon dat familiëren of dat, ja, die connectie gewoon voelen met andere ondernemers. Dat is, en er zijn nu allemaal samenwerking ontstaan. Precies, hè? Ook met Abigail. En zo gaat dat gewoon. Dat gaat zo soepel. Ja, ja. Klopt. Je hebt het eigenlijk niet door, maar uit Boomerang. Want heel veel mensen komen met eerste gewoon komen binnen en denken van, hey, hier ga ik denk ik niet veel uit halen. Maar uiteindelijk haal je er zelf heel veel uit. Niet qua omzet. Niet alleen qua omzet, maar ook qua natuurlijk netwerken. Communicatie wordt beter. Je kan beter gaan presenteren uiteindelijk. Je kan beter gaan praten. Maar je haalt er ook heel veel samenwerking uit. Zo gaan mensen samenwerken. Wordt een groot bedrijf. En uiteindelijk kan het natuurlijk heel goed gaan. Ik hoop het natuurlijk voor elke ondernemer dat het goed gaat. Zo haalt iedereen samenwerking eruit. Niet alleen de omzet en netwerken. Ja, en we zien hoeveel er nu al gebeurd is. En we zijn net begonnen bijna, Dus wat er dan niet van nu maken we natuurlijk eigenlijk alleen maar, of tenminste, hoe het nu is mensen in die club komen bij mij voor videopodcast bijvoorbeeld. Maar later gaan we natuurlijk werken aan het netwerk van het netwerk. Ja. Dus het wordt echt, het is echt super tof, hoor. Ja. Het netwerk van het netwerk, dat is ook wel netwerk van het netwerk, ja. Daar gaan we voor. Ja, leuk. Wat heeft een ondernemer heel specifiek aan om lid te zijn bij Boomerang?
Goeie vraag. Weet je, om die vraag te beantwoorden, zal ik wel eerst even uitleggen wat Boomerang nou precies is. Ja. Want wij zeggen heel veel netwerken en noem maar op, maar wat is het nou precies? Ja. Boomerang Business Collective is een netwerkorganisatie waarop je op een consistente basis met andere ondernemers gaat samenkomen om te netwerken. Mm-hmm. En consistente basis, wat houdt dat in? Wij streven ernaar om uiteindelijk een collectief van minimaal 25 ondernemers op wekelijks basis met elkaar te gaan spreken op dezelfde locatie in de ochtenden. Dat doen we altijd in de ochtenden. En we doen altijd een bak koffie, kopje thee en een gezamenlijk ontbijtje. 7 uur 's ochtends. 7 uur 's ochtends. Zijn, ja. En het is gewoon een goede start van je dag. En wij willen samen met die ondernemers gaan netwerken en dus een team gaan opbouwen. Want door middel van die consistentie kunnen we, kunnen we elkaar vertrouwen. We zien elkaar vaker, hè, dat hebben we al verteld. En dat is dus Boomerang Business Collective eigenlijk. Een netwerk die je op regelmatige basis ziet. Om dus met elkaar te gaan netwerken en elkaar te verbinden. Hoe ziet zo'n business meeting bij Boomerang eruit? Wat is de agenda een beetje? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat we eigenlijk doen is, iedereen komt natuurlijk binnen, groet elkaar. En na een tijdje is dat vertrouwen zo goed opgebouwd. Dat iedereen lekker ontbijtje gaat eten, een kopje koffie, gaat lekker zitten. En wat wij eigenlijk doen altijd is, wij verwelkomen iedereen. Wij zeggen iedereen heel welkom bij deze natuurlijk Boomerang bijeenkomst. Op de donderdag doen wij dit altijd. Elke ondernemer geeft eigenlijk zijn 1 minuut presentatie. En die 1 minuut presentatie is het: wie ben jij, wat doe je en wat zoek je? En dat wat zoek je is heel belangrijk. En dat beelden wij eigenlijk uit op het scherm met een zoekvraag en een foto. Dus een foto die jouw zoekvraag uitbeeldt. En door middel van zo'n zoekvraag gaan mensen natuurlijk nadenken, schrijven natuurlijk op: hey, ik ken die personen, ik ken diegene waar Lerken naar op zoek is. En dan uiteindelijk heb je je zoekvraag beantwoord. Nadat de 1 minuut presentatie zijn gegeven bij een collectief die eenmaal staat, hebben wij een 10 minuten presentatie van elk lid. Die doen we elke keer door iemand anders. Dus stel voor Lerke komt binnen, die geeft een 10 minuut presentatie over, die is wat uitgebreid natuurlijk. Die geeft natuurlijk wat doe ik uiteindelijk, maar wat wil ik doen en wat voor samenwerking kan ik aan en hoe kan ik verder? Ik loop tegen dat aan, kan iemand me daarmee helpen? Is echt wat een uitgebreide presentatie. En het belangrijkste is voor natuurlijk deze ondernemers is de trainingen die we geven. Wij geven zelf een training en daarnaast huren wij iemand in die een training geeft over bijvoorbeeld de sales of presenteren, zoals John die ons helpt met presenteren. Dus wij laten echt wij luisteren naar het collectief. Zelf het collectief heeft op dat moment echt, ik loop vast tegen mijn sales aan, mijn sales zijn niet zo heel goed. Kunnen jullie daar een training over geven? Laten wij iemand bijvoorbeeld komen van een ander collectief, bijvoorbeeld in Eindhoven. Wim, die is heel goed in sales, die laten wij even komen en die geeft dan zo'n training over de sales. En uiteindelijk, zodra het bijeenkomst is geweest, gaat iedereen natuurlijk met elkaar netwerken en de zoekvraag van iedereen beantwoorden. En dat doen we dus door aan te geven van, hey, ik ken diegene of hey, ik ken diegene die jij zoekt uiteindelijk en die kan je daarmee helpen. En zo uiteindelijk haalt iedereen en omzet en kennis en zijn zoekvraag. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Mooi. Kan jij even een voorbeeld geven van hoe een zoekvraag zou kunnen luiden? Ja, bijvoorbeeld, ik ga gelijk gewoon een voorbeeld nemen van een van onze leners. Een van onze partners, om het zo te zeggen. Medeoprichters. Ja. John Buteau, dat is ook samen met jou een van onze eerste lenen. Die kwam binnen en die had een zoekvraag. Ik zoek ondernemers die zich op presentatiegebied willen verbeteren. Nou, ik die dus elke keer die presentaties geef bij Boomerang Business Collective, ik wil dat natuurlijk ook doen. Dus wat heb ik gedaan? Wat hebben wij gedaan? Wij hebben gelijk contact opgenomen met John Buteau na die meeting met hey, wij weten dat jij presentaties geeft en daar geef jij coaching in. Kan ik bij jou zo'n 1-op-1 sessie afnemen? Dat is dan heel direct, hè? Dat is dus direct op jullie. Ik zit daar bijvoorbeeld in diezelfde meeting. Ik hoor dat John zegt, ik kan presentatiegevingen geven. Hè? Dus heb je iemand die een presentatie wilt verbeteren? Ik denk gelijk, misschien niet zozeer ik, want ik kan tot een bepaalde hoogte wel mezelf presenteren. Maar ik heb heel veel klanten die op camera moet komen, die ze zelf bijvoorbeeld niet kunnen presenteren. Ja, precies. Dus gelijk maken we de stap binnen het collectief naar niet alleen het netwerk die we daar zitten, maar ook onze netwerk. Ja. En op die manier heb je gewoon als ondernemer echt toegang tot veel meer mensen. Precies. En je komt gelijk binnen. Want iedereen vertrouwt elkaar gewoon gelijk. Ja.
Ja, precies. Maar het belangrijkste is ook uiteindelijk, want als elk ondernemer binnenkomt, wil je natuurlijk uiteindelijk meer omzet. Maar het belangrijkste is om jouw zoekvraag zo te veranderen, dat het niet altijd draait om, hey, ik wil nieuwe klanten, hey, ik wil dat. Maar hey, ik zoek diegene die me kan helpen met bijvoorbeeld markten, waardoor ik beter zichtbaar word, zoals jou. Ja. Of hey, ik zoek diegene die, bijvoorbeeld Nusayer is ook een goede lid van ons, die zit bijvoorbeeld in de koffiebranche. Hele lekkere koffie, echt eerlijk tegen de boer. En die zoekt bijvoorbeeld, die zocht de vorige iemand iets van Tony Chocoloni. En een persoon die dus daar werkt. En die persoon zoekt hij. Dus iets anders dan de klanten. Ja. En die persoon kan hem dan ook verder helpen om zijn bedrijf wat groter te maken. Dus het is niet altijd om het omzet, maar ook om jouw netwerk natuurlijk te vergroten. En jouw stappen te zetten die nodig zijn om jouw netwerk te vergroten en omzet te vergroten. Ja, mooi. Ja. Ja, en ook je zoekvraag kan dan wel zijn, ik zoek klanten bijvoorbeeld, of ondernemers die beter willen presenteren in dit geval. Maar wat ook heel vaak ontstaat, zijn samenwerkingen. En wat ik eigenlijk bedoel met samenwerkingen is dus dat bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, jij en Abigail kunnen bijvoorbeeld een hele mooie samenwerking starten. Jij bent fotograaf en videograaf, naast het feit dat je ook nog eens een prachtige podcast hebt. En Abigail die doet marketing. Nou, voor ons, wij zagen dat gelijk als een driehoek samenwerking. Jij kan voor ons de foto's schieten en de video's schieten bij Boomerang Business Collective. Die stuur jij dan door naar Abigail en die kan het dan posten voor ons op social media. Kijk, dit zijn die, zeg maar, die samenwerkingen die ook ontstaan bij Boomerang Business Collective. Dus je komt misschien wel binnen met een bepaalde zoekvraag, maar misschien heb jij een hele andere zoekvraag waar je niet eens aan dacht die ook beantwoord wordt. Er ontstaat gewoon veel meer dan wat jij eigenlijk had. Ja. Precies. Ja. Het kan ook zo zijn dat ik een Het kan ook zo zijn dat ik bijvoorbeeld workshops wil gaan geven in hoe sta je met gemak op camera. Mm. Nou, met die presentaties die dus, want bij elke meeting is er één lid die doet een 10-minuten presentatie. Ja. Ja. Ik kan natuurlijk ook oefenen eigenlijk met mijn nieuwe presentatie, nieuw ontwikkelen presentatie. Moet natuurlijk wel nog steeds wel goed zijn. Maar die kan ik dus echt geven binnen het collectief. Gelijk feedback van iedereen. Als ik wil, kan ik natuurlijk gelijk ook testimonials vragen. En kan ik, hoppakee, mijn training in de markt zetten. Mm-hmm. Ja. Dus dat is gewoon super handig. Ja. Absoluut. En dat is ook dat is een stukje persoonlijke groei waar je ook aan werkt. Die presentaties die je geeft. De ondernemerskills die je opbouwt. Dat is ook zeker wat je realiseert bij Boomerang Business Collective. En vaak is het dat we hebben natuurlijk uiteindelijk die trainingen. En vaak is het dat in het collectief al het antwoord ligt. Dus stel voor, we hebben echt iemand nodig die bijvoorbeeld iets zichtbaarder wil worden. Of het collectief zoekt eigenlijk uiteindelijk naar zichtbaarheid. Dan hoeven wij niet verder te zoeken. We hebben Lerke die dan zo'n training kan geven. Dan vragen wij Lerke, hey, kan je nou zo'n training geven? Uiteindelijk haal je er zelf natuurlijk ook heel veel uit. Word je natuurlijk beter in bedrijf presenteren. Kan je jezelf beter voorstellen. Kan je natuurlijk uitleggen hoe je zichtbaarder wordt. Dus uiteindelijk haalt een ondernemer er oprecht heel veel uit. Naast omzet. En naast geld natuurlijk. Oh ja, en dan is er ook nog de vakantie, de skivakantie. Ja, 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 kijk, ja, ja. Dat is ook leuk. Wij bouwen aan een leuk collectief met elkaar, maar Boomerang is gewoon een hele grote organisatie waarin we eigenlijk gewoon een sterke band mee willen bouwen. En een voorbeeld hoe we dat ook willen doen en eigenlijk ook gewoon voor de lol is een skivakantie die we hebben ingepland. Met alle Boomerang consultants en Boomerang leden. willen wij naar welk land was het? Oostenrijk? Zo lang. Ja. Deze twee jongens gaan voor de eerste keer skiën. Ja, dit wordt echt de eerste keer. Het wordt zo leuk. Ja, het wordt echt leuk. Ja, en daarnaast hebben we ook bijvoorbeeld de stoomtrein. Die wij volgens mij eind november, eind december, zoiets in die richting. Eind november, ja. Gaan we ook, hebben we bij Boomerang Business Collective een hele trein afgehuurd, zeg maar. Precies. Die dan een aparte rails gaat nemen in het noordoosten van Nederland. Precies, dus die rijdt lekker langs het landschap. En dan daarbij kunnen wij natuurlijk netwerken met andere leden uit andere collectieven. Ook heel erg leuk, worden heel veel awards uitgedeeld voor bijvoorbeeld beste lid of beste boomerang constant in dat gebied of dat gebied. Dus uiteindelijk wordt het een leuk. Daar ga ik voor. Ja. En daarna ook lekker een leuk feestje. Kunnen we lekker onze heupen losdraaien. We gaan vanavond salsa dansen. Vanavond gaan we salsa dansen. Dat is ook gewoon bedacht, heel spontaan bij de vorige meeting. Ja. Dus we gaan vanavond lekker salsa dansen. Jongens, voor iemand die deze video ziet, die nog steeds geen lid is van Boomerang, die het niet, nog niet kent, wat zou je tegen zo iemand willen zeggen? Ja, als jij ondernemer bent en wilt doorgroeien en een netwerk wil verbreden, ja, waar wacht je nog op? Wij helpen jou als team om samen te werken aan succes. Dat is voor jou, dat is voor iemand binnen een netwerk. Uiteindelijk bouwen we aan een sterk team. Dus wil jij dat? Waar wacht je nog op? Ja, precies. Kom langs. Neem contact met ons op. En natuurlijk zijn wij natuurlijk bereid om elke vraag te beantwoorden. En wij denken natuurlijk ook uiteindelijk mee van, hey, stel voor je had uiteindelijk niet het doel dat je wil behalen. Denken wij natuurlijk mee van, hey, hoe kan je dat doel nou uiteindelijk behalen? Dus dat is echt uiteindelijk een team, familie, zoals we die ondertussen al noemen. Ja. Die met elkaar meedenkt naar bepaalde doelen en probeert
bepaalde doelen te behalen. Ja, dus wil jij langskomen, dan neem gerust contact met ons op. En kom dan nodig weer zeker uit voor onze volgende bijeenkomst. Op de donderdagochtend. Ja. Op de donderdagochtend, 7 uur. Ja. En ik moet zeggen, ik ben absoluut... Nou, ik ben inmiddels wel een ochtendmens. Mm-hmm. 6 uur opstaan is wel heel erg vroeg. Maar ik sta elke donderdag op. Met plezier op. Ja, want ik weet waar ik naartoe ga. Dan spring ik op de fiets. Ik kom binnen en het is gewoon open armen. Superleuk om iedereen te zien. Kijk. We hebben een toffe bijeenkomst. En daar ontstaan gewoon mooie samenwerkingen uit. Mm-hmm. Nou, echt gewoon. Wat wil je nog meer? Normaal sta ik ook rond... 6-7 uur op. Wow, hebben... Maar bij die boomerang bijeenkomsten, wij staan rond 3-4 al op. Precies. En want wij moeten het natuurlijk ook voorbereiden. Alles moet strak gaan, gestructureerd gaan. Dus wij staan dan extreem vroeg op. En zelfs dan is het nog steeds, komen we met meer energie uit bed als dat ik om 7 uur, 8 uur uit bed zou gaan. Ja. Wat gebeurt er als een van jullie een vriendin krijgt? Ja. Oh. Nou. Ja. Nee. Wat ga je dan in de extra kamer bouwen? Wat gaat er gebeuren? Nou, doen we niet aan? Of, Zolang wij samen wonen, gaat er geen vriendin bij me. Dan moet je geluid verhuizen. En dan moet je ook nog de huur blijven betalen voor die anderen. Nee. Alles wat wij samen doen, delen wij. Dus. Dan moet er gelijk 2 uur bij. Oké, dat is goed. Ja, leuk. Nee, maar is het voorgekomen? Dat we dezelfde vrouw hebben gehad? Nee. Nee, er zijn zeker wel, want we wonen samen. En we hebben allebei wel eens dames gehad die overnachten. Ja. Maar kijk, wij zeggen ook wel... Dames? Ja, maar jullie mogen een harem hebben natuurlijk, hè? Hm? Ja, dat willen we niet. Dat willen we niet. Okay. Wat was de vrouw? De harem, dat is je meerdere vrouw. Oh, ja. Oh, echt? Nee, sorry, ja? Nee, daar is wel een vrouwen geweest. Ja, maar we hebben altijd een hele leuke band met die vrouwen. En die weten ook dat wij gewoon bezig zijn met werk. En die weten dat wij nemen zelf het initiatief om op tijd uit bed te stappen. We hadden het altijd zakelijk. En als één iemand al in bed is, dan maakt hij de ander wakker, zoals vanochtend. Ja. En dan gaan we gewoon weer aan de slag. En de dan maken ze lekker ontbijt en dan gaat het daar verder. Precies. Ja, okay. Huis is ook schoon daarna. Dus ja, dat komt goed. Oké, sorry. Nou, nog even terug bij de laatste. Dat was namelijk dat het gratis is om een keer mee te maken. Wat heb jij uiteindelijk eruit kunnen halen? Waarin ben jij? Kijk jij op naar Boomerang? Hoe kijk je op naar Boomerang? Misschien? Nou, ik kijk er sowieso naar uit dat ik op dit moment 1 keer in de 2 weken naar de meeting kom. Maar zometeen wordt dat 1 keer in de week. Okay. En ik sta gewoon met heel veel plezier op de donderdagochtend om met mijn familie is het eigenlijk, ja. Hè, naar de meeting te gaan. Superleuke mensen vanaf het moment dat we binnenkomen. Heel leuk om elkaar te zien. Super tof om te horen de vooruitgangen die daar al gebeuren. Ik ben nu op dit moment 2 maanden lid of zo? Ja. Zoiets? Ja, 2 maanden lid, 2 maanden, ja. Anderhalf, 2 maanden lid. Ja. Nou, jullie zitten hier. Ik heb Abigail hier gehad van de podcast. Ik heb Nusaya gehad van de podcast. Dus ik heb fotograaf en videograaf kunnen niet vergeten. Hè? Huh? Dat je de foto's en video's schiet. Ik maak de foto's en de video's voor Boomerang zelf, inderdaad. Nieuwe samenwerkingen. Nieuwe samenwerkingen gewoon. En samenwerken met Abigail, met Abigail ook, hè? Dat is wat er gebeurt in anderhalf maand. Dat is heel snel, ja. En dan dus, nog niet eens met een collectief van 25 leden. Nee. Dus als wij naar de 25 gaan, dan gaan we gewoon een hartstikke leuk team van bouwen. Ja, dus dat is echt super, super gaaf. En ik blijf het zeggen, het is echt jullie energie en inzet en gewoon, ja, ik vind maar het jij zo ook, gaaf. Maar jij ook, hè? Wij, okay. Wij bedanken jou ook vaak. Jullie zijn natuurlijk medeoprichters, hè? We doen het niet alleen, we doen het met jullie allemaal. Ja. Jullie inzet is top. Jouw inzet is top. En we bedanken jullie daar ook voor. En ik zou echt zeggen, ik raad het ook echt mensen aan uit mijn netwerk. Om in ieder geval gewoon, kom een keer kennis maken. Kom een keer kijken. En iedereen is al gewoon enthousiast hierover, weet je. Ja. Dus dat is gewoon heel erg mooi. Maar ik denk dat de voordelen van lid zijn van Boomerang is niet meer in mijn eentje alles hoeven doen. Ik heb gewoon echt een netwerk van mensen die ik vertrouw, die mij vertrouwen, waar ik vragen kan komen stellen. En dat wordt gelijk geschakeld, dat wordt gelijk geholpen. Mm-hmm.
gewoon nieuwe ondernemers leren kennen, ook op andere niveaus dan waar ik ben. Gewoon echt elkaar inspireren daarin. Mm-hmm. Gelijk toegang tot sales, ja, tot iemand anders die een website kan maken. Ik kan met hele simpele vragen komen en er wordt gelijk geantwoord. Mm. En je merkt ook wel dat je gewoon onder elkaar, help je elkaar veel makkelijker. Ik hoef niet ver te zoeken, het is gewoon elke donderdag. En niet te vergeten is er natuurlijk ook de app. Ja. Hè, waar we ook nog connecten met veel meer mensen dan wat alleen maar daar op dat moment zitten, zeg maar. Ja. En hoe is het voor jou qua, kan je jezelf zijn, hoe is het qua, want veel mensen komen daar naartoe, komen met een zakelijke intentie natuurlijk het belangrijkste, maar hoe is het qua persoonlijkheid, kan je jezelf nog zijn bij Boomerang? Ik kan mezelf vanaf het moment dat ik binnenkom totdat ik wegga, ik denk dat ik eigenlijk nog meer gewoon mezelf en aansprakelijkheid ben daar. Ik heb op geen enkel moment het gevoel van, oh, ik zit hier met allemaal business. Wat, dat dacht ik, hè? Ja. Het is eigenlijk gewoon feest. Het is gewoon alsof je op een familieverjaardag komt en iedereen gewoon elkaar heel graag mogen. Ja, precies. Zeg maar, precies. Dat is, ja. Mooie woorden, dankjewel. Ja, mooie, dankjewel, ja. Dankjewel. Op naar heel veel toffe samenwerkingen. Ja. Mooie opdrachten, mooie vakanties, feesten, uitgaan en gewoon het leven verrijken. Ja. Bedankt. Precies. Bedankt naar jou en andere medeoprichters ondertussen al. Ja, absoluut. Ja. Dank jullie wel voor een tof gesprek, guys. Jij bedankt. En tot vanavond bij de salsa. Tot vanavond. Top. Ja, mooi. Elke ondernemer kan gewoon bij ons langskomen. Voor de eerste keer is het volledig gratis. Lekker ontbijtje natuurlijk. Wie wil nou niet gratis ontbijten? En gewoon even meekijken wat er gebeurt, toch? Kijk wat het voor jou kan betekenen. Veel ondernemers zeggen al dat het heel veel voor hun heeft betekend. Ze halen de handel uit, ze halen de kennis en inspiratie uit. Kom gewoon een keer gratis lekker langs. Laat het je op je afkomen. En ik zie je daar. Ja, precies. Mooi. Ja. Hey. Thanks, guys. Dankjewel. Superleuk. Top podcast. Ja.